Het instituut van First Lady Melissa Santokisinacheri heeft op dinsdag 19 januari 2021 een donatie gedaan aan verpleegkundigen van het regionaal ziekenhuis Wanica. De werkers hebben in het kader van hun bijzondere inzet bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie een waardering gehad namens de presidentsvrouw. Wij laten u de volgende beelden zien. We zijn vandaag hier namens de First Lady om aan het COVID-19 zorgpersoneel van het regionaal Wanica ziekenhuis een geste te doen in de vorm van brownies en fruitbakjes. Directeur, ik mag u zeggen, de First Lady heeft de brownies zelf gebakken, de fruitbakjes in elkaar gezet en dit alles doet ze als steun, als dank voor het zorgpersoneel dat u hier heeft en uw team. Terwijl wij dus nu hier staan, directeur, wordt de Facebookpagina van de First Lady gelaunched en daar meteen ook de videoboodschap dat zij dus inspreekt, die zij inspreekt voor uw zorgpersoneel en het team en ook de overige COVID-19 zorgverleners. Verder wil ik u en uw team God zegen toewensen namens de First Lady en hun moedigen het werk te blijven doen, het beste beentje voor te zetten met alle liefde en alle zorg. Ten eerste wil ik de First Lady natuurlijk hartelijk danken voor deze geste. Het zorgpersoneel zet zich elke dag in om natuurlijk de zorg voor de patiënten hier te garanderen. En we weten dat natuurlijk, kijk, we zijn natuurlijk blij dat de First Lady dit ook erkent en weet hoe hard men zich inzet om deze zorg te kunnen verlenen. Ook wij van de directie zijn het overig personeel heel erg dankbaar voor hun inzet, onder welke omstandigheden ze blijven doorwerken en hun beste beentje voortzetten. Het is heel zwaar. Het is heel zwaar, het is heel moeilijk. Vandaar ook dat we dus steeds ook een beroep doen op de samenleving om de maatregelen te volgen, zodat eigenlijk de cijfers nog steeds, weet je, een beetje laag blijven. Nogmaals, mijn dank is groot. En wij zullen samen natuurlijk met het zorgpersoneel ons elke dag blijven inzetten. Nou, het is niet de eerste keer dat de First Lady ons eigenlijk aanmoedigt om het werk te doen in de vorm van bepaalde donaties. Vandaag heeft ze ons verrast met fruitbakjes en brownies voor het personeel. Daarvoor heeft ze ook heel vaak medical equipment, alcohol gedoneerd voor het ziekenhuis om natuurlijk het werk hier te doen. En we zijn natuurlijk heel dankbaar dat de First Lady natuurlijk ons die ondersteuning blijft geven op elke vorm dat ook. Ik werd dus gebeld door het bureau van de First Lady. Er werd dus gevraagd van, wat is uw personeelsbestand, meneer Van Genderen? En zolang ik zo'n telefoontje krijg, weet ik van, we gaan zeker iets krijgen. En we hebben het personeelsbestand opgestuurd. En de volgende dag werden we gebeld dat de First Lady zelf langs zou komen. Maar we begrepen dat ze er vandaag niet bij kan zijn. Ze heeft natuurlijk ook andere verplichtingen. Maar hiermee heeft ze ons echt, ze heeft ons het personeel in elk geval heel blij gemaakt. Kijk, de cijfers die worden elke dag gepubliceerd, dus ik denk dat de totale samenleving daarvan op de hoogte is. En dat er dus elke dag keihard wordt gewerkt, niet alleen in het regionaal ziekenhuis Wanica, maar dat duidelijk zeggen, ook de collega ziekenhuizen, het AZP, het Slaans ziekenhuis, het Visage ziekenhuis, noem maar op, zijn dus nu ook belast met COVID-zorg. En natuurlijk, het werk is heel zwaar. De druk op het personeel is heel groot. Ik had het vanaf het begin ook aangegeven, toen wij dus op de grens zaten van de tweede uitbraak, dat we het eigenlijk niet aan kunnen, omdat het zorgpersoneel al alles heeft gegeven. En dus ook vanuit de kant van de directie danken we natuurlijk het personeel en proberen we ze elke dag aan te moedigen om het werk voor te zetten. En ik mag niet jokken, ze doen het uit hun hart. Het zorgpersoneel doet het echt uit hun hart, anders zouden we vandaag niet hier kunnen staan. Kijk, u merkt zelf hoe de cijfers stijgen en soms een beetje een dalende trend vertonen. Maar dat
ligt helemaal aan je eigen verantwoordelijkheid. We roepen de bevolking, de samenleving nog steeds op de maatregelen te volgen, toch? En we weten dat het soms ook heel zwaar kan zijn en dat het een beetje te veel wordt, maar het is voor ter bescherming van jezelf en je geliefde. En ook voor ons, als de cijfers dalen, elke dag, gelooft u me, na om 5 uur, 6 uur zitten wij als leidinggevende en het zorgpersoneel te wachten op de cijfers van hoeveel hebben we vandaag, om te kijken hoe wij dan de zorg gaan indelen, hoe de mensen worden ingedeeld om te gaan werken. En als we zien dat het natuurlijk een laag cijfer is, zijn we allemaal een beetje opgelucht. En weten we dat natuurlijk de samenleving ook hieraan heeft gewerkt. Maar gelooft u me, we doen het samen met ieder. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanaf de persoon die schoonmaakt, tot de persoon die voor een winkel staat of iets gaat kopen. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het gevecht tegen COVID-19. Als zorgdirecteur wil ik u ook dit namens de First Lady aanbieden. Ja, ik zou zeggen hartelijk dank. Ik vind het een heel mooi gebaar. Zal zeker het personeel goed doen dat ze gewaardeerd worden, ook door de First Lady. En voornamelijk het feit dat ze zelf heeft staan bakken, denk ik dat ze dat erg zullen waarderen. Dank u wel. Nou, als we kijken naar de stijgende cijfers, dan weten we dus weer dat de zorgverleners enorm hard moeten werken. Vandaar dat de First Lady dus gedacht heeft om de zorgverleners in deze moeilijke tijd eigenlijk bij de stijgende cijfers ook te bewijzen dat ze hun in gedachten heeft en dat de First Lady ze dus wil aanmoedigen met deze gesten. Verder wil ze dus ook middels dit haar dankbaarheid tonen aan dit team, aan het zorgverleners. En we moeten erbij vermelden dat we dus begonnen zijn bij het Wanica ziekenhuis, maar dat we dus de andere ziekenhuizen waar de COVID-19 patiënten verzorgd worden, ook zullen aandoen.